Hi, mijn naam is Lisa Jane en ik ben je host voor The Projector Progress, een human design podcast waarin ik mijn persoonlijke inzichten en ervaringen met je deel over hoe ik mijn experiment leef. Ik ben anderhalf jaar op reis geweest en vandaag wil ik drie dingen met je delen die het reizen me hebben geleerd. Goed om te weten voor we beginnen: ik ben een emotional projector met profiel 6-2. Oké, okay, let's get into de aflevering van deze week. Ik ben de laatste tijd veel aan het reflecteren. En het zal vast wel te maken hebben met dat het einde van het jaar nadert, dat het herfst is. Het is eigenlijk weer voor het eerst voor mij sinds twee jaar dat ik de herfst meemaak hier in Nederland. En ja, het is best wel bijzonder om te merken dat ik eigenlijk dus vanuit een natuurlijke staat begin te reflecteren. En dat ik heel erg aan het terugkijken ben naar het afgelopen jaar. Maar ook een bepaalde fase in mijn leven die nou, wel tot einde is gekomen. En dat is vooral het stukje van het reizen. Dat betekent niet dat ik nooit meer op reis ga. Maar het is wel een periode van anderhalf jaar geweest waar een soort closure op is gekomen. En ik denk ook dat mijn leeftijd daarin mooi samenhangt. Dus ik ben nu 30. En dat betekent dat ik uh, ja, mijn set en return. Nu is en die was voor mij al voelbaar vanaf ongeveer 28, 29. Dus als ik nu terugkijk op, laten we zeggen, de afgelopen twee jaar, ja, dan ben ik daar wel heel erg op aan het reflecteren en misschien herken je dit wel. Dus ja, ik voelde dat ik deze aflevering voor je wilde opnemen om even een moment van reflectie te hebben en drie grote inzichten en lessen met je te delen die echt bij me zijn bijgebleven dankzij de reis. Het eerste inzicht wat ik met je wil delen is dat ik erachter ben gekomen of het echt heb ervaren dat het leven draait om hier en nu. En nu wordt het wel vaker natuurlijk gezegd, maar ik heb het echt heel diep kunnen ervaren en beleven op een manier die best wel uniek is. Want toen we gingen reizen, gingen we weg met de gedachte, we gaan weg voor onbepaalde tijd. En ik heb nooit beseft hoe magisch het is geweest voor ons om voor onbepaalde tijd weg te gaan. Om gewoon geen einddatum te hebben. Want wat dat deed, was dat tijd iets heel onbelangrijks werd in ons leven omdat we niet een bepaalde tijd hadden dat we daar of daar moesten zijn. Of dat we wisten: Oké, okay, over zes maanden gaan we weer naar huis. Dus uh, we willen dit en dit en dit zien. We willen naar dat en dat en dat land. Nee, dat was er niet. We wisten niet hoe onze komende tijd eruit ging zien. Dus het haalde ons helemaal uit die, die rush van wat we kenden thuis in Nederland. Nu zie ik hoe bijzonder dat is geweest... en wat het me heeft gebracht om echt los te kunnen komen van thuis. Het ging niet makkelijk, moet ik zeggen, dat loskomen van het moeten... Um, ik heb wel een soort detox ondergaan of zo. En dat kwam ook wel omdat we dus iedere keer erachter kwamen... dat als we iets blenden, dan veranderde het altijd. Dus het daagde ons daarom ook heel erg uit om daadwerkelijk ervan los te komen... En we voelden ook steeds minder die FOMO. We hadden ook steeds minder het gevoel dat we iets moesten aftikken. Ik besefte me tijdens dit deel van de reis, het begin van het reizen, van voor wie reis ik eigenlijk? Ik reis vooral voor mezelf. En als ik mij nu prettig voel met hier twee weken blijven, why not? Ik hoef niet naar. Tsitsin iets te gaan omdat het uh, een van de zeven wereldwonderen is. En omdat ik dan kan zeggen dat ik er ben geweest. Nee, als ik het heel fijn vind om nu hier deze ochtend wakker te worden. Naar het strand te gaan. Een yogales te doen. En vervolgens ergens een koffietje te drinken. En zo mijn dag te leven. Dan is dat ook goed. Dus het was heel bijzonder om op deze manier echt los te komen van het moeten. Het dingen willen zien, een bepaalde rush. We hadden namelijk ook van tevoren niet kunnen bedenken dat we alleen maar in één land zouden blijven voor zes maanden. We hadden geen plan toen we weggingen, we hadden gewoon heel erg zoiets van: nou, we gaan naar Mexico, we weten dat we daar naartoe gaan en vandaar zien we het wel. En toen we dus in Mexico aankwamen, toen kregen we 180 dagen visa, dat is zes maanden. We zijn zes maanden in één land gebleven. We zijn zes maanden in Mexico geweest. En we zijn op plekken geweest voor twee weken, voor een maand, sommige zelfs twee maanden. En dit heeft echt een bepaalde druk van ons afgehaald, van alles wat we kenden. Ik denk als we wel een einddatum hadden gehad, dan hadden we ook een plan gemaakt en dan hadden we ook gezegd van oké okay, we willen zoveel weken naar Mexico, dan willen we naar Guatemala, naar Nicaragua, willen naar Colombia en gewoon. Dan hadden we veel gepland gaan reizen, maar wat ik heb gezien wat dat doet als je dat dus doet en je kiest daarvoor en dat is ook oké, okay. um, maar dan blijf je heel erg in die rush van wat je in Nederland kent. Want het gevaar van reizen is, is dat je helemaal niet in het hier en nu gaat leven. Dus mensen gaan soms op reis om inderdaad dingen te zien, dingen te ervaren, mensen te ontmoeten. Maar het gevaar is ook vaak dat ze heel erg in de toekomst blijven leven. Want als jij niet weet waar je morgen slaapt of als je niet weet hoe je uh, naar een bepaalde plek gaat komen, dan ben je continu ben je aan het zoeken op Booking.com naar je volgende overnachting. Je bent aan het plannen. Uh, met welk vervoersmiddel je waar gaat komen. Het gevaar van het reizen is juist dat je ook heel erg in die rust blijft leven die je vanuit Nederland kent. En juist door even die stap terug te doen, door geen plan te hebben, geen tijdsdruk en gewoon op één plek te blijven, ja, dan ga je echt anders leven. En dit heeft er echt voor gezorgd dat we heel erg in dat hier en nu moment kwamen. Zelfs zo erg dat iedere keer als we gingen plannen... en dan heb ik het over zo simpel als... oké, okay, wat gaan we morgen doen of wat gaan we vanavond eten? Het veranderde continu. Dus iedere keer werd ons ook bewezen van... Hey, het heeft gewoon geen zin om te plannen. Laten we stoppen met plannen. <laughs> we zorgden er echt voor dat we iedere keer als we dan ergens waren of als we iets deden, dus we zaten bijvoorbeeld in een koffietentje of we lagen bij het zwembad, dat we dan altijd met elkaar checkten: vinden we het nog chill wat we nu aan het doen zijn? Ja, ja, oké, okay, chill. Dan blijven we dit doen. En als het antwoord nee was, nou, dan gingen we op de scooter en dan gingen we ergens anders heen. Het was zo erg. In het moment leven en daardoor had ik echt wel beseft. Ja, het haalde mij ook zo los. Het, ik, ik, ik zoomde gewoon heel erg uit. Ik zoomde heel erg uit en besefte me dat we zo in de toekomst kunnen leven in Nederland. Um, door de agenda's die we hebben en alles wat van ons wordt verwacht. En ja. Het, het, het drukken, het gestructureerde, het wanneer kan je afspreken? Oh, ik kan over vijf weekenden, weet je wel? Ook omdat we alleen maar in weekenden leven, gaat de tijd heel snel. Ik weet niet of je dit ooit hebt beseft, maar doordat we in een weekend, doordat we steeds van weekend naar weekend leven, gaat de tijd super snel. Want onze doordeweekse dagen, die wensen we eigenlijk bijna weg, omdat we dan in het weekend weer wat leuks gaan doen. En dit en is dit echt een fundamenteel iets. Doordat we steeds zoveel dingen vooruit plannen en we dan daar naartoe leven. Dit is ook zo'n typisch ding wat steeds wordt gezegd: van oh ja, het is. Uh, we hebben alweer de vakantie geboekt of we hebben een leuk weekendje weggeboekt. Want ja, dat is fijn, dan hebben we iets om weer naartoe te leven. Maar wat dit doet, is dat je letterlijk het hier en nu altijd weg aan het halen bent en, en naar iets toeleeft, naar dus die eindbestemming. Maar het gaat niet om de bestemming. En dit, was, dit is zo'n cliché ding, maar tijdens onze reis, eigenlijk gewoon in het buitenland zijn en gewoon zijn, heb ik ervaren wat het is om, om even niet bezig te zijn met een volgende bestemming, maar gewoon even op de pauzeknop te drukken. En gewoon hier te zijn. En daar heb ik echt zo, daardoor heb ik zo diep kunnen begrijpen en voelen wat het betekent om in het hier en nu te zijn. En dat alles waar we ons druk over kunnen maken in de toekomst of in het verleden, het is gewoon niet relevant. Het is gewoon niet relevant, want nu ben je hier. En dit is waar het om gaat. En hoe is het nu met je? Hoe is het nu? Ja. Dit is, uh, dit is wel echt, echt een belangrijk ding. Door het uitzoomen en er echt uit te stappen, heb ik dit echt ervaren. Um, en dat ook de dingen die we dus zo belangrijk maken in ons leven, ja, <laughs> eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Wij maken ze belangrijk. Wij voeden ze met belangrijkheid. Wij denken dat ze belangrijk zijn. De meeting op je werk. Uh, het WhatsApp-contact wat doorgaat na werktijd. Of dat die campagne dan en dan live moet. En dan denken dat dat dan zo belangrijk is. En ja, oké, okay, in de context van waar je werkt, in welke branche, kan dat heel belangrijk zijn. Maar als je echt daaruit stapt en uitzoomt, dan. Ik had echt zoiets van. Als ik kijk naar al het marketingwerk wat ik heb gedaan voor corporates. en dat er dan, weet ik veel. <laughs> ik heb in de supermarktwereld gewerkt. en ik heb in de retailwereld gewerkt. En, en daar zijn dan zo vaak dingen die dan nu heel belangrijk zijn. en het moet nu naar buiten. en, en er wordt dan zo'n groot ding van gemaakt. en ja, toen ik daar gewoon uitstapte. dacht ik echt van. <laughs> Het is helemaal niet belangrijk. Um, ja, heel grappig. Wel. <laughs> en dat was ook in mijn bedrijf. Want nou, ik was net met bedrijf begonnen het jaar. Uh, nou ja, een paar maanden voordat ik begon met reizen. En ik had best wel snel mijn fulltime uh, job opgezegd. Ik ging volledig voor het ondernemen. En vervolgens ging ik dus fulltime ondernemen. En ik merkte dat ik eigenlijk dus werknemer werd in mijn bedrijf. Want ik ging allemaal dingen doen, gewoon om maar te doen. Omdat ik zo gewend was om van 9 tot 5 te werken, ging ik ook heel automatisch van 9 tot 5 in mijn bedrijf werken. En dan ben je gewoon dingen aan het bedenken om te kunnen doen. En eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk. <laughs> ja, en het klinkt, ja, het klinkt ook weer zo doelloos. Maar er zit wel echt een, iets in waardoor je gewoon wat meer naar, de, naar, de, naar je kern komt. En dit is dus ook eigenlijk mijn volgende punt. Is dat ik, ik had het gevoel van dat ik wilde reizen... omdat ik heel erg dat gevoel had van er moet toch meer zijn in het leven. Er moet toch meer zijn in het leven. Dit, dit had ik heel erg toen ik van mijn studie af kwam en dus fulltime ging werken. Ik ging dat 9 tot 5 leven in en... Ja, voor mij waren dat donkere dagen, letterlijk. Omdat het was ook wintertijd. De wintertijd was net ingegaan. Het was september. Het werd steeds donkerder. En ik zat iedere dag in de auto, heel braaf, naar mijn werk en weer terug. En dat dan vijf dagen in de week. En uitgeput s'avonds op de bank. En dan de weekenden was waar ik naar uitkeek. En ik had heel erg dat gevoel van, er moet toch meer zijn in het leven. En het is... Onder andere een onderdeel geweest waardoor dat verlangen zo in mij is aangewakkerd om dus te gaan reizen, om, om andere waarheden te ontdekken. En nou, dit brengt mij dus bij mijn tweede punt, dat het gevoel wat ik had van er is toch meer in het leven, dat ging nooit om meer. Ik, um, ik had opgeschreven in, op 10 februari 2023, dat was eerder begin dit jaar. Uh, en ja, echt een, ook zo'n diep inzicht, wat ik heb ervaren. Dat ik ga met je delen. The feeling that there's more to life than what I knew, has never been about wanting more. It has been about discovering that having and doing less is the actual abundance I was searching for. En nu ik deze woorden weer lees van mijn. Vroegere zelf eigenlijk, dus wat ik hiervoor heb ervaren tijdens de reis. Ja, dat raakt mij dat, omdat dat me ook weer doet beseffen van, oh ja, dat is ook weer waarom ik nu de dingen in Nederland zo heb geregeld zoals ze nu zijn. Omdat ik echt diep heb ervaren dat het voor mij nooit ging om dat ik meer wilde. Ik wilde inderdaad niet meer plekken zien of meer dingen doen. Het ging voor mij juist om het ervaren van het minder hebben en het minder doen. Dat daar mijn overvloed in zat. Daar zit mijn geluk. Ik heb geluk kunnen ervaren. waarin er eigenlijk helemaal niet zoveel was. En dat dat juist dat simpele dagelijkse leven leiden. dat dat mij echt super gelukkig maakt en ik denk dat het daarom ook iets is wat ik wat ik nu ik hier weer ben en er gewoon heel veel weer gebeurt um, ja omdat ik in Nederland ben merk ik wat voor invloed de de gewoon het collectief het collectieve energieveld op me heeft dat ik weer ja wil grijpen naar dat 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 naar doelen en naar meer Terwijl er dus ook dat deel in mij die al heeft ontdekt dat het daar niet in zit. En dat is ook iets wat we allemaal al wel weten en te horen krijgen. En de mensen die al zoveel hebben, die laten ook weten dat het allemaal niet daarin zit. Maar wat is dat dan om dat echt te ervaren? En ja, ik durf wel te zeggen dat ik dat echt heb ervaren. Dat juist de simplicity of life. Ja, de, de, dat is gewoon geweldig. <laughs> en ja, ik heb wel echt diep begrip gekregen voor wat het betekent om heel gelukkig te zijn met minder. En de Thaise monniken, het boeddhisme heeft drie prachtige zinnen en ik probeer dit ook in Nederland toe te passen maar ja, nogmaals, het is niet altijd makkelijk om het hier in Nederland toe te passen omdat ja, je gaat er gewoon in mee en dat kan heel onbewust dus gebeuren. Maar de Thaise monniken die zeggen less is more, simple is best en small is beautiful. En het is zo tegenstrijdig met onze westerse maatschappij waarin we heel erg Zitten in dat meer is beter. En groter is beter. En dit leren we natuurlijk al vanaf een hele jonge leeftijd. Dat we altijd maar naar dat volgende stapje moeten. En alsof het gras groener is aan de andere kant. Het is alsof we als maatschappij ergens een verkeerde afslag hebben genomen. Zo voelt het voor mij soms. En alsof we daar ook niet meer uit kunnen komen. Laatst ook op de radio, dan hoor ik een um, reclame van. De overheid, en dan gaat het over het, bijvoorbeeld het klimaat. Over dat we meer moeten doen om beter om te gaan met het klimaat. En ik weet niet of je deze reclame hebt gehoord, maar ik kan hem niet meer precies voor me halen. Maar daarin zegt ze heel vaak dat we meer dit, meer zus, meer zo. Ze geeft een aantal voorbeelden over wat we meer moeten doen: meer, meer zonnepanelen, meer energiecenters, weet ik het, allemaal, allemaal met meer. En het liet mij zo zien dat ik dacht: ja, dit is echt waar we in zitten in onze westerse maatschappij. Is dat we denken dat het meer moet zijn om te behalen wat we willen. Maar eigenlijk is de grap dus: wat als we allemaal even wat minder gaan doen? In het voorbeeld wat ik nu noem over het klimaat. Wat als we minder met de auto weggaan? Wat als we minder auto's voor de deur hebben staan? Wat als we minder lang douchen? Wat als we minder. Weet je? Gewoon om maar even een voorbeeld te geven. Maar we zijn het niet gewend. Het is niet wat we kennen. Omdat we ook een wereld hebben opgebouwd waar, waarin we, ja. Waarin het ook best wel knap is hoe we meer dingen hebben gecreëerd. Alsof we er een soort hoek aan zijn om maar meer te willen manifesteren, letterlijk. Ja. Het is, het is iets. En dit is echt um, denk ik ook waar mijn afgelopen twee jaar heel erg over is gegaan. Want als ik kijk naar mijn Human Design chart. Dan is mijn Saturn, Saturnus, de planeet Saturnus, die staat in Gate 55. En gate 55 uh, staat in de sterren, sterrenbeeld van vissen. Dus het gaat ook heel erg over emotie, over voelen. Het zit ook hier in de solar plexus, gate 55. En ja, ik denk dat dit ook is wat ik mocht uncoveren, wat ik mocht unlocken, zeg maar. Want deze gate gaat over de spirit en dan vooral over de abundance of the spirit. Dus het gaat over een bepaalde overvloed ervaren en voelen, maar niet overvloed in de materiële wereld. En het is heel bijzonder, want deze gate 55 gaat... Echt een grotere rol spelen vanaf 2027. Op een collectief niveau, de cross of planning uh, is crumbling en we gaan over naar de cross of the sleeping phoenix. En in deze cross zit Gate 55. En ik denk dat we allemaal meer aan het ervaren zijn dat deze Gate 55, waarin we dus meer overvloed willen voelen, in plaats van overvloed willen maken, ja, dat is een belangrijk thema. En ja, dat is echt iets waar ik doorheen ben gegaan en wat ik zelf heb mogen ervaren. En ja, ik denk dat nu mijn volgende stap heel erg is om dit op een mooie wijze te kunnen integreren, ook hier in Nederland. Ja. Ja, omdat we hier in zo'n andere structuur leven, waardoor het misschien wel wat lastiger is. En dat brengt me eigenlijk dus ook bij punt drie, wat ik heb geleerd tijdens de reis. En dat is dat de natuur een onderdeel is van ons zijn. Wij zijn de natuur. En ik heb op reis dat op een hele simpele manier mogen ervaren door gewoon heel veel buiten te zijn. Door te zijn in een warm klimaat. En, wat, en ook om te ervaren wat een warm klimaat met mij doet. Ik hou ervan om. Om buiten te zijn, om in beweging te zijn. Dat zeg ik eigenlijk verkeerd, want ik hou er niet per se van als ik hier dus in Nederland ben. Maar ik heb ervaren door het te doen op reis, dat het me zo goed doet. En misschien ben je wel iemand die een paar keer per jaar op vakantie gaat of één keer per jaar op vakantie gaat. En dat je dat ook hebt ervaren. Dat als je op vakantie bent, dan leef je meer buiten. En wanneer we meer buiten leven. Doet wat met je, dat is goed voor je. En ik merk door weer in Nederland te zijn dat ik gewoon automatisch meer binnen ben. Dat heeft niet enkel met het weer te maken. Dat heeft er ook gewoon mee te maken dat als ik wakker word, dan trek ik de koelkast open en daar is al mijn eten. Ik hoef de deur niet uit om te gaan eten, om in mijn eerste levensbehoefte te voorzien. Terwijl als ik op reis ben. En ik slaap ergens, dan heb ik daar niet een keuken tot mijn beschikking, vaak. Ik heb daar niet zomaar eten tot mijn beschikking. Dus ik moet de deur uit om eten te gaan regelen. En dat is eigenlijk zoiets primitiefs ook. Ja, wat ik echt heel fijn vond. Ik vond het heel fijn doordat ik en direct in beweging kwam en lekker naar buiten ging. En je gaat dus voor iets zoeken wat gewoon. Je eerste levensbehoefte is. En ja, dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat we, omdat we, de, omdat we van al die gemakken voorzien zijn in, in ons dagelijks leven hier, ja, kunnen we ons ook ga druk gaan maken om dingen die dus niet zo belangrijk zijn. Het is echt eigenlijk een gigaluxe probleem, is het niet? En het lijkt soms wel alsof we onszelf boven de natuur hebben gezet, alsof we er geen onderdeel van zijn, alsof het gewoon er is en dat we ermee moeten dealen of zo, of dat we er maar gewoon gebruik van kunnen maken. En ik, ik kijk soms naar de mensheid en dan denk ik wat grappig eigenlijk wat wij hebben gecreëerd, hoe we zijn geëvolueerd als mens. En ja, ik weet niet. Het is, het is zo grappig hoe ik er soms naar kijk dan. Als ik dan bijvoorbeeld op een strand was en dan lag ik op het strand... en dan zie ik daar allemaal mensen lopen met hun handdoekje en rugzakje op de rug en dan een pet op. En dan kan ik echt naar ons mensen kijken en dan denk ik echt van wat grappig dat we, dat we zo zijn. En dat we dus met kleding aanlopen en dat we dus een petje op hebben... en dat we dan allemaal bedenken om hier ons handdoekje neer te leggen. En we moeten dan ook een handdoekje hebben, want anders zit het zand tussen ons billen... Om dat handdoekje uit te spreiden en dan gewoon daar te gaan liggen uh, in de zon. En ja, of dat we met z'n allen bedenken van: Oh, laten we lekker op een terrasje gaan zitten en daar wat gaan drinken. <laughs> dat we dat dan op collectief niveau met z'n allen doen en dat we dat dan nu gezellig vinden. Het is eigenlijk iets heel raars, toch, dat we dat doen. Zo kijk ik soms al eens naar de mensheid, dat ik denk: Ja. We hebben bijna ergens een verkeerde afslag genomen. waarin we niet meer met de natuur leven. en gewoon onszelf daarboven zetten. Of als ik terugrij naar huis bijvoorbeeld. en ik, ik, ik rij langs Den Haag. en dan heb je allemaal grote kantoorpanden. en dan is het al wat donkerder. en dan zie je daar de lichten nog aan. allemaal TL-lampen. en mensen die daar achter hun computer zitten. dag in dag uit. Het is zo slecht voor je om daar dag in dag uit in te zitten. Het is zo onmenselijk om dat te doen. Het is zo onmenselijk om... Ja... Bijna als een soort robot dingen te maken en te produceren. Alleen maar omdat we meer zijn gaan gebruiken en consumeren. En omdat we allerlei dingen bedacht hebben die we graag willen hebben. Of... Ja... Ik weet het niet. Ik ben gewoon benieuwd of je dit herkent of je ook wel eens zo naar de mensheid kijkt. Misschien vind je het wel heel gek. Maar het brengt me altijd wel, wel meer terug naar de kern. En wat is dan die kern? Ja, dat is gewoon dat stuk wat ik net zeg. Het draait uiteindelijk gewoon om het hier en nu. We zijn de natuur. En in plaats van dat we zoveel dingen moeten doen, gaat het gewoon wat meer om zijn en eigenlijk zit er in deze inzichten die ik nu met je deel ook iets heel saais. er zit iets saais in en er zit een bepaalde doelloosheid in wat je heel ongemakkelijk kan voelen. dat snap ik. dat snap ik heel goed. want ik merk ook nu ik dus weer in Nederland ben dat ik dat ook lastig vind omdat dit collectief energieveld ja me meer uitdaagt of me meer mee wil nemen in die rush weer en dan daarin gegrond blijven, dat is, uh, dat is een uitdaging. Wat je mee kunt nemen uit deze episode en mijn inzichten is dat wanneer je weer eens druk maakt om dingen van je werk of je gezin, je partner, vrienden, dingen die je wilt bereiken. Hoe gaat het nu met je? Hoe is het nu? Is er nu iets om je zorgen over te maken? Is het daadwerkelijk zo belangrijk? Wat zijn de dingen in het leven die echt belangrijk zijn? Waar haal je geluk uit? Wat maakt je gelukkig? Wat maakt je echt gelukkig? En hoe wil je je voelen? Welk gevoel wil je hebben? Los van. Wat wil je bereiken? Of wat wil je doen? Of waar wil je staan over een jaar of over vijf jaar? Vaak komt daar allemaal dingen uit van materiële dingen, wat we dan willen hebben of wat we willen doen. Maar wat wil je voelen? Want de grap is dat we daar veel sneller zijn bij dat gevoel. Dat gevoel kun je al ervaren, en waarschijnlijk veel sneller dan je zelf denkt. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel echt de recap is van alles wat ik heb geleerd. Het, ga, het ging namelijk ook niet, dat besefte ik ook tijdens de reizen, het gaat niet om de reis. En ik merkte dat ook tijdens het leven van mijn droomleven ik ook loos had. Ook al heb je je droomleven of je droombedrijf of je droomhuis. Dan alsnog zul je low momenten ervaren en zul je ook hele fijne momenten ervaren. Alles is continu in verandering en in beweging. En het gaat erom dat we onszelf kunnen begeleiden door die verandering. Kunnen we navigeren door die highs en die lows? Because even your dream life is still life. Goed, ik denk dat ik dit ook een hele mooie vind om mee af te sluiten. Vond je deze aflevering leuk? Zorg dat je even een review achterlaat in Spotify of in Apple Podcasts. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren. Tot de volgende!